Hallo, ik ben Nick en ik ga jullie laten zien wat er precies van u verwacht wordt als u op bezoek gaat binnen PI. Als u binnenkomt hebben we twee ingangen. Eentje voor het reguliere bezoek en eentje voor het personeel. Zodra u binnenkomt, meldt u zich bij de bezoekportier. Deze zal van u vragen of u een geldig legitimatiebewijs heeft of een rijbewijs. U kunt natuurlijk niet zomaar op bezoek komen. Uw bezoek dient in alle tijden aangemeld te zijn. Dit doet de gedetineerde zelf. Als u bij de bezoekportier bent geweest en u bent ingeschreven, dient u alle spullen op te bergen in een kluisje. Als u dit heeft gedaan, dient u met taalvrijheid door de detectiepoort te lopen. Ook hebben wij een X-ray die ervoor zorgt dat als u niet met taalvrijheid door de poort kan, deze spullen alsnog mee kunnen. Als je je hebt aangemeld bij bezoek, dan loop je door richting wachtruimte bezoek. Hier zouden eventueel nog drugshonden of personeel op u kunnen wachten om u te controleren. Als je in de wachtruimte zit, meldt u je eigen aan bij de bezoekleider. De bezoekleider zal vragen voor welke gedetineerde je op bezoek komt en zal de deur richting de bezoekzaal voor je openen. Eenmaal aangekomen in de bezoekzaal mag je elkaar kort een knuffel geven of een kus en zal je bezoek aanvangen. U mag met maximaal 3 bezoekers per gedetineerde op bezoek. Het bezoek bedraagt minimaal 1 uur in de week. Deze plastic rand hebben we ervoor gemaakt zodat het moeilijker is om spullen over te geven. Ook hebben we nog een toezichtbezoek zitten die toezicht houdt op de gedetineerden en op de bezoekers. Ook hebben wij een familiekamer. Hier kunt u bezoek ontvangen zonder toezicht. Om gebruik te maken van de familiekamer moet u wel voldoen aan een paar voorwaarden. Detentiecentra voor vreemdelingen, jeugdinrichtingen en TBS-klinieken hebben net andere regels en andere bezoekersruimtes. U kunt natuurlijk altijd nog brieven sturen, de gedetineerde kan u bellen. Zoals u ziet doen wij er alles aan om het bezoek voor u, de gedetineerde en het personeel zo veilig en comfortabel mogelijk te laten verlopen.